Het jaar is 1347. De pest raast door Europa en mensen leggen massaal het loodje. Koning Bram heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Rijen voor de bakkers, tavernes zijn dicht. Iedereen moet één landslengte afstand houden. En de ophaalbrug staat permanent omhoog. Het zijn rare tijden in het koninkrijk. Nee, gloryholes zijn ook mijn ding. Hè? Ja, ik ben dus genomineerd voor een belangrijke prijs. Een of andere vriend, dus niet. Die gaat ineens campagne voeren voor een tegenstander van mij. Terwijl het is mijn vriend, weet je wel. Ik kan daar niet bij. Dus ik ga nu een vloek uitspreken dat zijn achter kleinkind een tia krijgt. Nou, kijken wie er dan nog lacht. Want wij zijn vrienden voor het leven, kameraden tot de laatste dag. Vrienden voor het leven, als het kan, als het lukt, als het mag. Soms is er wel onenigheid, maar we willen maar leven. Ondanks alles zijn zij vrienden voor het leven. Dankjewel, dankjewel. Speciale dag vandaag. Ik zou zeggen, pak je slingers, pak je ballonnen. Prachtig. Ik ga er een groot feest van maken. Ondanks natuurlijk die verschrikkelijke pest. Het moet wel gepast blijven. Maar we gaan wel een klein feestje vieren natuurlijk. Fuck pestparty gaan we houden. Ik weet niet wat ze hebben bedacht. Ik heb er wel echt veel zin in, moet ik zeggen. Ik verwacht seksappeal. Misschien ook een duur cadeau. Ik denk dat ze een heel duur cadeau hebben. Ik ben benieuwd. Voor elke pijl die ik in de roos schiet, pak ik 15 jonkvrouwen. 15? Ja. Dat meen je niet. En ik had maar één pijl. Echt? Maar die zat er natuurlijk in. Dus ik had er 15. Is dat lijf? Koning Bram! Yes! Hey. Mannen! There he is! Goedendag! De knappe ridder. En onze Dikkert. Mijn favoriete Dikkert. Yes! Fantastisch nieuws. Ja. Vannacht heb ik iets voorbereid. 15 jonkvrouwen. Briefjes gedaan, gepost. Ja. Ze allemaal iets super kinkies aan te trekken. Ja, ja, ja. En ze zijn allemaal gekomen. Yes! Als je begrijpt wat ik bedoel. Laat ze maar komen. Nee, dat is dus al gebeurd. Ja, die zijn al weg. Oh. Nee, maar natuurlijk vandaag. Vooral vanavond, hè. Dan wordt het echt. Dan pakken we uit. Waarschijnlijk hoort het er allemaal bij. Weet je, is het er een groot cadeau? Moet er veel aan kant gemaakt worden? Wat gaan jullie vandaag nog allemaal doen? Ja, ik moet nog langs een paar jonkvrouwen. Yes. Best wel druk mee. Ja, ik moet nog een beetje tokkelen straks. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ieder zijn ding. Zo is het ook. Nee, maar superleuk. Vanavond zijn jullie gewoon bij, toch? Ja, dus, zeker. Is dat een vraag? Ja. Nee, top. Nou, nee, ga nog even voorbereiden. Yes. Oké. Okay. Yes. Tot vanavond. Yes, tot dan. Bram is heel gek. Maar dat doet hij altijd. In het verleden heb ik wel eens vrienden gehad, die mijn verjaardag waren vergeten. Nou, als je één ding niet doet, dan is het natuurlijk de verjaardag vergeten van je koning. Dus die darmen lagen eruit. Die zijn er niet meer. Ik was er een tijdje mee bezig, maar... Ja, dit is wel geworden. Ik denk dat het wel iets kan worden ook. Nou, ik vind het wel mooi. Nou, misschien dat ik nog wel een naam aan geef of zo, weet je wel. Zoals? Yes. Oh. Ach, kut. Yes. Ja. Happy birthday. Yes, want jij bent jarig. Jij bent jarig. Gefeliciteerd. Yes, dankjewel. Man, wat zijn ze goed, hè? Trap er nog in ook.
Ja, grote dag. Grote dag, ja. Dat is wel gezeik hoor. Dat, het ophangen zeker. Ja, ik heb het allemaal moeten ophangen. Dat geloof ik. Ja. Het is nog, weet je, ook met die pest, weet je, je hebt alleen maar restricties. Precies. Weet je, alles anderhalf meter, allemaal mensen niet kunnen uitnodigen. Gezeik. Lastig. Ja. Maar nu de fun part. Ja, want wij hebben natuurlijk gedaan alsof we van niks wisten. Nee. Ja. Dus. Om de verrassing te vergroten. Maar nu zijn we hier. Dacht ik al. Ja. En we hebben hem. De goodies. Ja? Ja. Ja, kom maar door. Nou. Ja, het is nog niet hier. We moeten het even halen. Nee. Jullie heb ik, ik zit al de hele dag te wachten. Ik heb jullie net nog weggestuurd. Dus het moet nu gebeuren. Het is wel nu. Oké. Ik heb nog wel iets achter de hand. Dit zit hier al jaren. Ja? Ja, kom maar. Ja. Hier is Patrick. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maurice de Hond, die kwam bij een dierenarts. Vraagt de dierenarts, wie heeft er in de wachtkamer zitten schijten? Zegt Maurice de Hond. Doe nog een centje. Je hebt toch nog? God was tijdens het maken van de mens, als hij op een gegeven moment talent had uitdelen. Bordje. En op een gegeven moment komt hij bij Niels Oosthoek. Wat denk je? Portje op. Ja. Ja. Dat is de money. Yes. Die is leuk. Ja, dat vind ik leuk. Ja, die is mooi. Die is goed. Ja. Dat is leuk. Ja, wat een topverjaardag. Ja, nee, ik vind het echt leuk. We hebben jullie mooi geregeld. Ja, top. Ja, geen dank. We zijn natuurlijk ook vrienden. Voor het leven. Kameraden tot de laatste dag. Wij zijn vrienden voor het leven. Als het kan, als het lukt en als het mag. Soms is er wel onenigheid, maar het duurt gewoon maar even. Ondanks alles zijn ze vrienden voor het leven. Dankjewel. Nou, klaar hoor. Ja, echt die good shit. Op de tering. Nu is genoeg. Ja, toch? Ja, dat is een rap, toch? Inpakken. Ja, oprotsen. Ja, weg met het ding. Hup. Hoi.